Goedemiddag, welkom bij Concordia. Ik ben Petra Boonstra en ik vertel je graag wat over het werk van Thomas Bakker dat vanaf vandaag te zien is in onze etalage-expositie. Sinds mei afgelopen jaar hebben we deze etalage-expositie, Expo 5, waar we 24 uur per dag, 7 dagen per week videokunst laten zien van Nederlandse kunstenaars. En toen we daarmee begonnen en helaas nu nog steeds, is dat heel actueel, want je hoeft er niet voor de kunstruimte naar binnen, maar je kan het werk van buiten hier vanaf de straat bekijken. Dit idee van twee schermen naast elkaar in een kleine hoek, hè, dat ze op elkaar schijnen en een dialoog met elkaar kunnen aangaan, is voor de meeste videokunstenaars helemaal prima. Ze kunnen er goed mee werken en ze kunnen laten zien wat ze willen laten zien. Maar voor Thomas Bakker werkt het net even anders. Bij Thomas is namelijk een scherm niet zomaar een scherm en zijn films kunnen niet zomaar op elk scherm getoond worden. Op de Kunstacademie studeerde hij bij de audiovisuele vakgroep en bij beeldhouwkunst tegelijkertijd. En voor bepaalde opdrachten liet hij dan het werk dat hij bij de ene vakgroep had gemaakt zien bij de andere vakgroep en vice versa. En dat brengt heel veel mogelijkheden met zich mee, maar ook een soort eis eigenlijk om heel goed na te denken over hoe je dat werk presenteert. Dus hoe laat je een film zien tussen de beeldhouwwerken en hoe toon je een object tussen de films en de video's, waarbij je toch raakt aan de opzet van die vakgroep en aan de discipline. Nou, dus dat nadenken over presenteren en de projectie anders benaderen dan puur het vertonen van een film, dat gaat al een hele tijd terug. En nu nog steeds werkt Thomas vooral met film in combinatie met ruimtelijkheid. En ruimtelijkheid is dan bijvoorbeeld dus een object, een driedimensionaal beeld, of een ruimte zoals een kamer of een museumzaal of de buitenruimte waar we nu staan. Zo maakte hij bijvoorbeeld een installatie waarbij hij een 16 mm film projecteerde op een stuk marmer dat hing aan een muur. En dan gaat de aandacht naar de, zeg maar, de vluchtigheid, hè, van het medium film en daartegenover de totaal andere spanning van een stuk steen. Of hij maakte een film opgenomen in een bepaalde ruimte en vertoond in diezelfde ruimte. De projector precies op dezelfde plek als de camera. En daarmee maak je een soort brug als het ware tussen het moment van maken en het moment van beschouwen. En ook een brug tussen de maker, Thomas, en de kijker, jij en ik. Nou, zo is er altijd meer te beleven en meer te bevragen in het werk van Thomas Bakker. En voor deze expositie maakt hij een locatiegebonden werk. Dat heel ook weer gaat over buitenruimte en binnenruimte en de verbinding daartussen. Je ziet twee verschillende films, twee verschillende standpunten van één en dezelfde actie. Hier zit je heel dicht op de huid van de maker. Hè. Het is bijna alsof je dit zelf aan het doen bent. En hier sta je al een stukje verder weg. Hier ben je toeschouwer van wat er gebeurt. En als je hier buiten staat, sta je als het ware nog weer een stapje verder weg. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat binnen de lamp van de projector aan is, waardoor als het ware de scène weer helemaal overnieuw zich afspeelt. Maar nu zonder de maker, zonder die actie en alleen met het beeld dat is overgebleven. Verschillende standpunten, verschillende manieren van kijken naar één en hetzelfde beeld of één en dezelfde actie. Ik vind dat, zoals je misschien inmiddels van me weet, ontzettend interessant. En Thomas geeft er weer een heel mooie nieuwe wending aan. Thomas Bakker, Expo 5, vanaf vandaag, 29 januari tot begin april. De lamp van de projector gaat aan rond 6:30 tot 8:30. Dus als je een vroege avondwandeling maakt, loop langs en laat je inspireren. Tot ziens bij Concordia. Dag!